Er worden deze week extra controles gehouden door de politie. De politie Nijmegen-Noord gaat actief fietsers, brom- en snorfietsers bekeuren die in het voetgangersgebied in het centrum van Nijmegen rijden. Dit wordt gedaan omdat er veel klachten zijn gekomen over asociaal rijgedrag door scooterrijders. Daar waar niet gereden mag worden en dat toch gedaan wordt, schrijft de politie een bekeuring uit. En die kan oplopen tot €104.